Welkom bij een nieuw filmpje. Mijn naam is Pieter en vandaag heb ik een hele speciale gast in onze studio. Stefan X. Stefan, ja. Je hebt een nieuw project. Ja, alweer. Ja. Ja, vertel. Nou, we gaan een minifiguurtje bouwen. Oké, okay. Ik zie allemaal grote onderdelen liggen. Ja, dus als jij de jouwe bouwt... Oh, ik mag die kleine bouwen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we los. Wij gaan bouwen. Yes, ik heb hem klaar. Ah, maar hey, ho. Hij staat nog niet op de plaat. Oh. Bijna net zo snel, hè? Zo. Wauw. Dat is een maxi-mini-figuur. Ja, een exacte kopie, hè? Een soort reus. Exacte kopie, net als de grote figuren die jij in je winkel hebt staan. Heel gaaf. Zelfde maat. Ja, net zoals deze inderdaad. Ja. Hè? Ja. Dit is een halve meter? Dit is 45 centimeter zonder het plateau waar die op staat. Heel gaaf. Ja. Maar eerst gaan we nog even kijken naar je oude project, hè? Ja, lijkt me leuk. Ja, helemaal goed. Ja. We hebben mooie... Oh. Nou, dit was mijn eerste Lego Ideas project in 2015. Dat is een wagon om vloeibare ijzererts te vervoeren. En het leuke aan het project was als je één zo'n kleintje zou kopen, of twee kleintjes zou kopen eigenlijk, dan kon je een hele grote bouwen. Dit was een beetje een vreemd project. Het is het molecuul waar Lego van gemaakt is. En er zit een hele leuke animatie bij. Hoe dat werkt. Maar dat werkte niet zo goed op Lego Ideas, hè? Nee. Er zitten niet veel scheikundigen op Lego Ideas. Ik had 58 stemmen? Van de 10.000 stemmen. Ja. Dat is wat minder. En heel veel moeite ingestopt, maar soms werkt het gewoon niet. Nou ja, de ship in the bottle. Jullie kennen misschien wel de ship in the bottle die op Lego Ideas staat. Ja. Je was te laat, hè? Ja, ik was echt een week of twee te laat. Ik was al heel weken bezig natuurlijk hiermee, omdat het kost gewoon heel veel tijd. En toen was ik nog mooie animaties aan het maken. En toen kwam er iemand anders met een ship in the bottle. Ja. Ja, en die heeft de 10.000 gehaald en dat is ook werkelijk een set geworden. Balen. Dus mensen, als je een goed idee hebt, plaats hem snel, want anders is iemand anders je voor. Yep, zou zomaar kunnen. Ja, dit is Anatomini, daarmee heb ik wel de 10.000 gehaald. En dat is een Lego pop, eigenlijk dezelfde maat als deze, met daarin een heel skelet. En met alle organen, dus heel leerzaam, dat was het idee erachter. Het is leerzaam, het is leuk, het is een minifiguur. 10.000 gehaald. Lego vond hem echt heel gaaf, maar ze hebben toch uiteindelijk gezegd van dit is een beetje te ingewikkeld voor ons. De vliegtuigmotor. Ah, ja, die staat nog steeds bij jou in de winkel. Hè? Die kun je hier bekijken gewoon als je wil. Die heeft ook de 10.000 stemmen gehaald. Alleen ja, ik heb verloren van een Koreaans popbandje. Ja, het kan verkeren, hè? Gaan we niet over praten. Nee. Ik heb ook verloren van de A-frame cabin. En dat is wel weer een hele mooie die set. Die staat achter je, hè? Ja, die staat hier. Ik weet niet of we hem in beeld hebben, maar dat is echt een hele mooie set. Dus dat vind ik niet zo erg om daarvan te verliezen. Dus publiek, welke had je willen hebben? De A-frame of deze? Ja, en deze die staat er nog steeds op. Die gaat niet zo snel, omdat ik er ook eigenlijk helemaal geen reclame voor gemaakt heb. Dit is Gold Rush, wat je op Discovery Channel kan zien. En dat is een installatie om van ruwe aarde het goud eruit te filteren. En die werkt ook echt. Ik vind deze machtig mooi. Ja, het is echt een ingewikkelde machine en hij is echt goed op de schaal. De stemmen, mensen. Ja, je kan nog even stemmen. Ja. Maar nu, hè? Ja, we gaan het hier over hebben. De mini of maxi figuur, ja, wat is het? Het is een reus. Ja, hè? Hij is 45 centimeter hoog. Ja. Yeah. Hij is natuurlijk geïnspireerd op de maxi figuren die je in de winkel hebt staan om Lego aan te prijzen. Ja. En het is gewoon een exacte kopie van het kleine poppetje. Ja. Hey, ik zie allemaal poppetjes staan ook, maar wat is het idee daarvan? Nou, dat is eigenlijk de geschiedenis een beetje van de minifiguur. En dat begint in 1975 met het hele simpele poppetje. Oh, armloze, ja. Ja, armloos, geen gezicht. Dit was het enige haarstukje wat er was. Pippi Langkuis. Ja, en toen kwam in 1978 de echte, hè? Zoals we hem nog steeds kennen. De agent. Ja. Met een sticker, hè? Met stickers nog, ja. Niet eens een print. Toen in 1979 kwam de ruimtevaart. Ah ja, de Benny's voorloper. En ja, Luke, hè? Luke Skywalker van Star Wars. En toen kwam vervolgens, ik meen in 2010, de collectible minifigure. Ook natuurlijk een enorme gave serie. Hè? Ja, ja. En in meen in 2014 de film, hè, de Lego Movie met Emmett en het sluitstukje. De grote held, ja. En dan hebben we hier 2023. Oh ja. Ja. Hij is wel een beetje simpel hoor, maar ik heb
gehoord van jou, ja, dat je dat kunt pimpen. Ja, je kunt hem helemaal modifyen, customizen, je kan helemaal crazy worden ermee. Ja. En ja, als je echt los wil, dan kan je natuurlijk ook zijn haar veranderen. Je kan zijn broek veranderen, je kan zijn gezicht veranderen. Misschien dat Lego, hè? Als het echt een set wordt, zegt van we doen een heleboel stickervellen bij. Hey, en wat me opvalt, je hebt niet je eigen kapsel gemaakt. Nee. Wie zijn kapsel is dit? Nou, dit is eigenlijk een beetje een kopie van dit kapsel, hè? Maar dan wel met wat meer detail erin. Ik dacht dat het van je zoon Taro was. Ja, lijkt er ook wel een beetje op. Ja. Zij die zelfs. Ja. Hey, en wat voor mechanieken heeft deze poppen? Ja, ik ga je het even laten zien, want we zagen het al een beetje natuurlijk toen we aan het bouwen waren. Het zijn eigenlijk precies gewoon allemaal de losse onderdelen. Ja, 10 keer uitvergroot, hè? Dit is het hoofd, ja. Het is alles is 10 keer uitvergroot. Ja. Net als dus de poppen in de winkel. Het haar, hè? Ja. Nou, en hier heb je het broekje. En kijk, dan zie je ook zelfs dat achter alles klopt gewoon exact. Ja. Maar we beginnen even bij de baseplate. Oh ja. Ik denk dat is een suffe baseplate. Maar ja, dan zie je dus eigenlijk nergens nopjes, behalve waar die dan moet staan. Ja, dat zie ik niet, hoor. Maar hier, oh, wow, zie je dat zelfs de onderkant klopt met zijn kleine broertje. Dat vind ik heel tof, toch? Ja, en onderkant. Geen stuts. Ja. Daar heeft Lego nooit aandacht voor, hè? De onderkant van bouwwerken. Maar nee, jij wel. Ik wel. Ja. Ja. En alles hierin is ook wit, hè? En bijvoorbeeld in dit hoofdje, alles is geel, alles is bruin. Want ja, het wordt in het echt gegoten natuurlijk, in één kleur. Dat is wel moeilijk bouwen. Dat was lastig bouwen. Ja. Dat is juist een leuke uitdaging. Ja. En maar misschien dat Lego zegt van, we doen hier een ander kleurtje in. En die kan dus ook gewoon zitten. Wauw. Oh, dat is gaaf. Ja. Die kun je gewoon bewegen, joh. Ja, en je kan hem zelfs laten lopen. Dat kan ook nog. Zo. Hier omhoog. Gaat goed? Ja, het gaat nog steeds goed, hè. Hou even vast aan de onderkant. Zo. In het echt is het ook moeilijk, hè. Voor alles ook makkelijk om in het echt. Dat is een lopende minifiguur. Ja, valt altijd om. Ja. Nou, laat het los. Tadaa. Ik ben wel heel benieuwd naar dat gepimp van jou, van het shirt. Ja. Dus laat eens wat zien, nou, je weet dat ik van leuke shirts hou. Je hebt me vandaag verteld dat dit je rustigste shirt is. Ja. Jij kwam naar me toe en zei, wat heb je weer een druk shirt aan? Ik zei, dit is mijn rustigste. Ik kan daar niks aan doen. Maar je kan hem dus leuke shirts geven. Je kan hem bijvoorbeeld de vlag van je land of een voetbalshirt. Laat zien. Willen we dat zien? Willen we het echt zien? Ja, nou, dan gaan we dat doen. Nou, ziet hij er toch heel vrolijk uit, hè? Mag ik ook nog iets bouwen? Even kijken. Nou, zo kun je natuurlijk alle kanten op gaan, hè? Stefan, ik vind het een fantastisch shirt. Dankjewel, ja. Lekker vrolijk. Hè? Ik vind vooral je logo en je naam heel mooi. Ja, dat heb jij gedaan. Hey, bedankt voor deze demonstratie. Ja, ik vond het superleuk om hier te zijn. Ik hoop dat je heel snel de 10.000 stemmen haalt. Ja. Je kunt stemmen, hè? Ja, ik denk dat jij een link onder de video zet. Ja. Hier kun je stemmen. Yep. Yes. Op Lego ID's dus. Ja. Er staan nog veel meer leuke projecten. Op naar de 10.000. En op naar de 10.000. En dan heb jij straks misschien zo'n mooie Maxi-figuur. Ik wil hem heel graag thuis hebben, deze pop. Ja. Ja, zeker weten. Hey, dankjewel voor je komst. Ja, jij bedankt. Jij bedankt voor het kijken. Abonneer je op ons kanaal, like het filmpje er even en tot de volgende keer.